Goedemorgen op maandag. Mag ik je altijd een boodschap brengen die aartsengel Raziel mij heeft doorgegeven. En op deze maandag heeft aartsengel Raziel mij weer een boodschap doorgegeven. Er is veel gaande in de wereld en dat heeft hij altijd aangegeven. En daar heeft hij het wel vaker over gehad. Maar vandaag... Ik moet een beetje hoesten. Maar vandaag heeft hij eigenlijk best een heel bijzondere boodschap. En misschien is hij wel speciaal voor jou bedoeld. Dus ik zou haast zo zeggen, luister naar mij, want ik ga de boodschap voorlezen. Je weet het, de tekst van deze boodschap zal ik in een blog zetten. Op mijn website, daar kun je hem gewoon kijken. Dat is www.daniellefrans.nl en dan kijk je even bij de blogs. Daar kun je ze terugvinden. Sommige mensen vinden het fijn, omdat ze dan even rustig kunnen doorlezen op hun gemakje. Soms is het een beetje vreemd geschreven. Ja, dat gebeurt bij boodschappen die ik doorkrijg. Daar zul je even een beetje doorheen moeten lezen. En ja, we gaan eens even kijken wat ik je vandaag mag gaan brengen wat betreft de boodschap van aartsengel Raziel. Een stom kuchje, trek je daar maar niks van aan. En mijn naam is aartsengel Raziel en ik ben vandaag gekomen om een belangrijke boodschap door te geven aan Danielle. En deze boodschap die ik doorgeef gaat over jou. De bewoners van de aarde leven in een illusie. De engelen moedigen alle bewoners van de aarde aan om terug naar de stilte te keren. In stilte, in de stilte, wonen de antwoorden op al je vragen. In de stilte vind je je diepste verlangen. In de stilte ligt de verbinding met het universum. Voor velen op de aarde voelt het alsof de verbinding verborgen is. De verbinding is niet verborgen. De verbinding en het kunnen verbinden zijn namelijk superkrachten die de bewoners van de aarde van nature bezitten. Het is een illusie wanneer men zou denken niet goed genoeg te zijn om de verbinding met het universum te kunnen maken. Ieder mens bezit deze verbinding van nature. Wanneer de mens bereid is om weerstanden los te laten, zal ze zichzelf kunnen verlossen van ballast. En deze ballast vertroebelt de verbinding met het universum. De tijd is aangebroken dat wij, de engelen, opnieuw een beroep doen op de bewoners van de aarde. Verlos jezelf van weerstand en bevrijd jezelf van ballast. Ga op zoek naar de stilte in jezelf en ontdek wat je diepste verlangen is. Ook jij zult mogen ontdekken dat je diepste verlangen niets te maken heeft met ego, macht of materialisme. Je diepste verlangen blijkt een verlangen naar vrijheid en liefde te zijn. En dit zijn hoge trillingsfrequenties. Wanneer een mens leeft vanuit de trilling van vrijheid en liefde, verandert de kijk op het leven direct, à la minuut. Door te leven vanuit een andere, een hogere trillingsfrequentie, krijgt de mens een andere perceptie. Ieder mens kan vrij zijn. Voor zij die zich nog niet vrij voelen, komen er keuzemomenten. Wij, de engelen, wij weten dat de bewoners van de aarde hun perceptie kunnen veranderen. Wanneer er echter nogal wat verschillende keuzemomenten bestaan, zal het ego van de mens altijd kiezen voor een eenvoudige en simpele oplossing. Het universum
Samen met de engelen zullen de bewoners van de aarde keuzes laten maken door levensveranderende gebeurtenissen en situaties op hun pad te brengen. De bewoners van de aarde zullen kiezen. En dat is wat nodig is. Het is een illusie dat mensen het idee hebben dat ze niet vrij zijn. Het is een illusie dat mensen denken dat ze niet in staat zijn om moedige keuzes te maken in hun leven. Keer terug naar stilte. Mediteer. Of laat je gedachten er gewoon zijn. Los de weerstand op en merk dat je de situatie helder en duidelijk kunt zien. De mens is vrij. De mens mag kiezen om vrij te zijn. Verlos jezelf van dat wat jou tegenhoudt om besluiten te nemen. Vergeef jezelf. Verander je perceptie en trillingsfrequentie. Kies ervoor om je te ontdoen van alles en iedereen die je geen vreugde brengt. Snij energetische koorden door. Laat los, ruim op en pas je voeding aan. De mens mag ontdekken dat ze zichzelf door haar negatieve en beperkende gedachten gevangen houdt. Gevangen hield. De mens is vrij. Vrij om te voelen wat men zelf wilt voelen. Gevoelens zijn voor ieder persoonlijk. En ook alleen door ieder persoonlijk te veranderen. Gedachten zijn ook persoonlijk. De mens bezit de mogelijkheid om zelf te kunnen denken. De mens mag ervoor kiezen om zelf gedachten en gedachtenpatronen los te laten en te veranderen. Dit zijn mogelijkheden. Mogelijkheden die de mens heeft. En wij de engelen, wij moedigen ieder mens aan om de bereidheid dat, wij moedigen ieder mens aan dat de bereidheid heeft om haar perceptie te veranderen naar een hogere trilling, om de stilte op te gaan zoeken. Zoek de stilte op. De stilte woont in elk mens en heeft bereidheid nodig om gevonden te worden. Eens gevonden, voor altijd verbonden. Vrijheid en liefde liggen binnen handbereik. En opnieuw moedigen wij de engelen de mensen aan zichzelf te verlossen van beperkende gedachten en gevoelens. En dat is nodig. Dat is nodig om te kunnen ontvangen. Want nieuwe energie is daar. Ze is gearriveerd. En ieder mens op de aarde mag ervoor kiezen om ze te omarmen en om duidelijke bereidheid te tonen om ze te ontvangen. Wanneer weerstand en beperkende overtuigingen uit het systeem van de mens is, krijgt de mens daar groei voor terug. Innerlijke wijsheid, spirituele groei, ze staan klaar. En spiritualiteit zal geen spiriwiri toestand meer zijn. Spiritualiteit gaat erkenning krijgen. Spiritualiteit
zal erkenning mogen krijgen en zal gezien mogen worden als een natuurlijke kwaliteit van de mens. De mens is ermee geboren. En het is een kwaliteit dat jarenlang onderdrukt geworden is, maar wat opnieuw tot bloei gaat komen. Het licht zal sterker en sterker schijnen wanneer de spirituele kwaliteiten door de mens omarmd worden. Want het spel wordt uitgespeeld. Hoe dan ook. Moeilijke momenten van afscheid nemen zullen elkaar gaan opvolgen. Waak voor de verleiding van angst en bangmakerij. Dit is een tactiek. Dit is een tactiek waarbij de trillings van frequentie van de mens op de aarde daalt. Wanneer de tactiek succesvol is. Het spel dat de duister speelt, laat steeds duidelijker zien dat vrijheid hetgeen is dat ze de mensheid wilt ontnemen. Hierbij zetten ze op geen enkele wijze de mensheid voorop. Hun ego, macht en geld, dat is waar het om draait bij het duister. Kijk om je heen en constateer hoe mensen in jouw omgeving reageren op bijvoorbeeld de bangmakerij. En neem dit voor kennisgeving aan, maar blijf zelf in de hoge trillingen. Kijk zonder te oordelen naar het gedrag dat de mens heeft wanneer ze zich bang laat maken. Leef vanuit vertrouwen. Vertrouw op het licht. Het licht wint en het licht heeft al gewonnen. Het recht viert zegen. Al is dat nu nog lang niet voor iedereen zichtbaar. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Neem het heft in handen en kies voor jezelf. Kies ervoor om bereid te zijn te ontvangen van dat wat komen gaat. Zowel praktisch als emotioneel en spiritueel. En bereid je ook voor. Bereid je ook praktisch voor, emotioneel, spiritueel, op de moeilijke dingen die we op ons pad gaan krijgen. Maar weet dat de mensheid elke dag een stukje dichterbij komt, dichterbij het einde van het duister. Want het tij is gekeerd. De mooie energie gaat ontvangen worden door hen die daar bereid en klaar voor zijn. Neem je eigen verantwoordelijkheid en vertrouw op jezelf. Zoek de stilte op. Keer terug bij jezelf. En weet dat wij de engelen aan jouw zijde zullen blijven. En wij zullen er altijd voor je zijn wanneer jij ons nodig hebt. Jij bent nooit alleen. Dit was de boodschap die aartsengel Raziël mij vandaag mocht doorgeven. En ik nodig je dan ook uit om hem misschien nog een keertje te beluisteren of te lezen. En er heel goed uit te pikken waar jij mee resoneert. Niet elk mens is hetzelfde en niet elk mens voelt zich tot hetzelfde aangetrokken. Maar Raziël geeft mij aan dat in deze boodschap veel herkenning zal zitten voor veel verschillende mensen. Dus pik daaruit dat wat jij nodig hebt
dat wat jij als een ondersteuning ziet, dat wat voor jou passend is. Ik geef de boodschappen door, ik doe dat met plezier, ik doe dat met liefde. En ik hoop dan ook dat ieder van jullie daar uitpikt waar. En dat je er ook iets mee doet, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ik maak de zin helemaal verkeerd, maar ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat je iets doet. Dat je in actie komt, dat je iets doet met de boodschap waarbij jij je verbonden voelt. Waarmee jij je verbonden voelt. Nou ja, wat een zin. In elk geval wens ik je een heel mooie week. Ik ga dit filmpje weer op YouTube zetten. Ja, je weet hoe het gaat. Daar staat het onder elkaar. De blog ga ik maken. Dat wil zeggen dat ik deze boodschap daarin zet. Als zijnde blog. Die kun je lezen gewoon op mijn website. En die weet je inmiddels ook wel te vinden. Hè? Want dat is gewoon www.daniellefransen.nl. Zo moeilijk kan het niet zijn. Ja, nu zei iemand tegen mij, ik moest ook maar tegen jullie allemaal zeggen dat je moet liken en op dat plingeltje duwen en weet ik wat even allemaal. Nou, ik doe dat niet. Je weet me wel te vinden als je me nodig hebt. En voor nu zeg ik tot ziens en zie ik je heel graag volgende week weer terug. Doei doei!